Volgens mij, wacht, wat is er dan aan de hand met deze hangar? Maar deze is... Is dat er wel een camera? Wat staat hier in godsnaam op? Even kijken wat hier op staat voor onze drugstransport. Afgesloten door de HTC, afgesloten door HTC. Indien je je items nodig hebt, contacteer HTC. Wat kan ik altijd toch heerlijk tot rust komen hier op mijn boot na een toch wel drukke dag of natuurlijk na wat zaken weer gedaan te hebben. Kan ik me altijd gewoon lekker terugtrekken hier op mijn boot. Ik denk van, yes, eventjes genieten gewoon van natuurlijk mijn, wat dat betreft, toch wel dubieuze criminelen, maar toch ook luxe leventje. Want wat is het wat dat betreft toch heerlijk. Ik moet zeggen, ik ben ook wel blij natuurlijk met de gesprekken die ik met Bennett heb gehad. Natuurlijk, ze zijn behoorlijk positief. Hij gaat er natuurlijk over nadenken om als manager bij mij aan de slag te gaan. Ik raak daardoor wel een soort van woonverdieping kwijt waar ik natuurlijk ook weer geld aan kan verdienen. Want meneer moet zo nodig daar ook een plek hebben en natuurlijk een kantoor hebben. Maar aan de andere kant, Bennett als manager is natuurlijk wel een man die weet van doorpakken. Die weet wat hij wil, die weet hoe die dingen moeten. Dus aan de andere kant, zo iemand kost natuurlijk ook wel wat geld. Alleen, het volgende probleem is natuurlijk ook wel weer dan geld. Het is dat ik op dit moment gewoon nog genoeg geld heb. Alleen, ik hou er ook niet van om niet veel geld meer te hebben, om zo maar te zeggen. Dan is natuurlijk het zo dat ik natuurlijk de fabriek moet gaan betalen. Maar ja, wat Bennett eigenlijk ook al meteen zei, was dat, ja, er moeten natuurlijk ook nog machines worden gekocht. En dan moet natuurlijk ook nog materiaal worden ingekocht voor, ja, de fabriek om de productie op gang te zetten. Dan nog andere werknemers. Dus het gaat flink nog wat geld kosten. Nou had ik natuurlijk ook gehoopt dat eigenlijk, ja, het transport van Elias natuurlijk met de drugs goed zou gaan. Zeg ik heel eerlijk. Ik bedoel, Elias, mijn gang buddy, om zo maar te zeggen, met drugs. Ik kan er wel mee vertrouwen. Daarom ook nog even die 100 kilo coke erbij gedaan. Wat dus uiteindelijk dan toch, ja, verkeerd is gegaan. Waar ik ontiegelijk van baal. Want oh, dat had echt fucking veel geld kunnen zijn. Maar goed, er zijn natuurlijk wel weer andere gesprekken geweest. Ik ook wat over met Dylan erbij. Over natuurlijk het feit dat, ja, misschien zijn kelder gebruikt moet gaan worden als drugskelder. Wat mij een goed idee lijkt, laat ik het zo zeggen. Ik bedoel, ik vind het een fijn idee om te bedenken dat Dylan zijn kelder dadelijk gewoon helemaal vol staat met drugs. Niet mijn kelder daarentegen. En dat we op die manier wederom opnieuw een drugsrun kunnen gaan zetten. Waardoor we nog meer geld kunnen halen. Nou is het zo dat Elias natuurlijk al enige tijd geleden voor elkaar had moeten doen. Dus dat het drugs er al stond. Dat het alvast kon gaan groeien. Want mijn kelder was daarentegen alweer helemaal opgeruimd. Mijn zwembad was alweer aangelegd. Alleen, ja, het was er niet. En nou weet ik ook niet natuurlijk of Dylan het heeft tegengehouden of wat dan ook. Maar ik heb wel zoiets van, ik ben toch wel benieuwd ernaar. Dus ik ga maar gewoon eens even kijken wat de fuck is hier in godsnaam gaande met al deze mensen. Snel weg hier. Helemaal niks mee te maken hebben. We gaan gewoon maar eens even snel naar Dylan's huis toe om te kijken hoe het daar nu aan toe is. Misschien is Dylan wel gewoon thuis. Ik bedoel, het is bijna 8:30. Nou, ik weet niet wat hij allemaal doet tegenwoordig. Maar volgens mij moet hij wel gewoon thuis zijn. Want hij is namelijk natuurlijk niet meer aan het werk bij de beveiliging. En voor de rest heeft hij ook nog niet echt een nieuwe job of zo. Ja, hij is crimineel. Dus op zich, hij kan best wel bij mij komen werken of iets in die trend. Geen Dylan hierboven. Dylan, hallo. Yo. Dylan. Oké, normaal hoor je wel van yo hier of daar of zus of zo. Ik hoor tot nu toe nog helemaal niks. Dat is niet goed. De tunnel naar mij zit ook gewoon dicht aan beide kanten. Dus ik neem ook aan dat hij werkelijk niet aanwezig is. Ik kan even hier heel snel kijken dat hij misschien met zwembad aan het poedelen is. Maar lijkt me ook haast niet. Dylan, yo. Nee. Oké, Dylan is dus niet aanwezig. Ik weet niet wat hij tegenwoordig aan het doen is voor business en zaken. Ik bedoel, hij moet natuurlijk ook gewoon zijn geld verdienen, maar het lijkt... Kijk eens aan. Wanneer Dylan niet thuis is, gebeuren hier dus allemaal dingen waar hij niet heel blij mee is. Ik ben wel heel blij om dit te zien. Er staat hier dus nu een enorme drugskelder vol met drugs. Het staat hier echt kapot veel wiet, zeg. Holy shit, dit is meer dan mijn drie plekken bij elkaar. En ik moet zeggen, geen ramen, dat is natuurlijk fijn. De lucht daarentegen, ja, ik weet niet zo goed hoe we dat kunnen ventileren hier. Maar daar moeten we nog wel iets voor vinden. Even kijken of je überhaupt echt niet vanaf een raam iets naar beneden kan kijken. Natuurlijk, vanuit die deur, als je hier naartoe loopt, dan zie je het eigenlijk... Ja, dan zie je het eigenlijk meteen. Dus dat is een probleem. En wat ook een probleem is denk ik, want dit is allemaal vrij open. Wanneer Dylan hier iemand, hè, gewoon in zijn huis naar binnen laat en hier bij de trap gaat kijken, zie je dan eigenlijk meteen iets? Ja, je ziet daar wel meteen wat. Dus dat is een beetje lastig. Want ik kan natuurlijk Dylan het niet verbieden om geen gasten meer in zijn huis te laten komen. Ik bedoel, dat kan ik ook weer niet doen. Maar aan de andere kant, ik weet niet of hij dit hier natuurlijk nu ook ervan af weet. Dus kan ik hem het ook niet vertellen wat dat betreft. Maar oké, hier moet wel even iets voor gebeuren. Hier moet zeker een soort van schuifdeur of een trapdoor of iets worden gemaakt. Die moet zo even dicht. Dat,
dit in ieder geval niet in het zicht is. Want het zou natuurlijk zonde zijn als dit ondertussen gezien wordt. En dat dan dadelijk de oogst mislukt of wat dan ook. Want dit geld kan ik heel goed gebruiken natuurlijk wat hieruit komt. Nou is het natuurlijk wel zo dat we krijgen maar 30%, had Elias gezegd. Wat ik ook een klein beetje toch wel naar vind hoor. Ik bedoel, we zijn met z'n tweeën. 30%, wij leveren ons huis. Oké, hij zorgt voor de transport, maar ik heb zoiets van, wij kunnen op zich voor mij ook dat transport zelf wel doen. Ik heb ook nog een vliegtuig klaarstaan, dus ja, op zich kunnen wij volgens mij daarmee, trouwens, we moeten hier langs naar mijn vliegtuig. We kunnen volgens mij daarmee best wel misschien richting Atlanta en vanaf Atlanta een andere kant op of iets. Ik heb geen idee. Ik moet anders ook maar eens even wat drugsroutes gaan uitstippelen, om zo maar te zeggen. Want volgens mij kunnen we namelijk best nog wel wat kanten op. Even kijken, we nemen gewoon eventjes het vliegtuig mee. Gaan we eventjes, ik denk richting het vliegveld of iets. Om daar te kijken of wij misschien daar een hangar kunnen huren. Wat ook, waar ik mijn vliegtuig al enige tijd kan neerzetten. Waardoor het natuurlijk daar enige tijd staat. Waardoor het niet meer opvalt dat het van mij is. En op dat moment, als dan de drugs klaar is, kunnen we het misschien via daar gaan laten verkassen. Om zo maar te zeggen. Dus laten we eventjes snel naar het vliegveld gaan vliegen dan. En dan gaan we eens even kijken of daar misschien een hangar vrij is. Hoe natuurlijk de beveiliging is. Want kijk, ik met een vliegtuig mag daar gewoon landen. En natuurlijk, ik word wel gezocht dan. Alleen, ik kan er in ieder geval gewoon veilig landen. En dat is natuurlijk wel heel erg fijn. Voordat van mij daar politie loopt. Die gaat de stad in. Altijd een beetje tricky, maar goed. Maar ik kan gewoon veilig landen op het vliegveld. Want ik ben wat dat betreft ook maar gewoon een burger, een passagier. Hoe ik het ook maar moet noemen, een piloot. Dus ik kan in ieder geval veilig landen. En dan kunnen we heel even gaan kijken hoe en wat allemaal. Eens even kijken hoor. Kijk, hier zie je natuurlijk al het vliegtuig naar Malibu. Dat is echt een enorm prachtig vliegtuig. En dan hebben we hier natuurlijk een hangar. Voor... Volgens mij was dit... Het vliegtuig naar... Atlanta? Volgens mij... Wacht, wat is er dan aan de hand met deze hangar? Want deze is... Is dat er wel een camera? Wat staat hier in godsnaam op? Eens even kijken wat hier op staat voor onze drugstransport. Afgesloten de HTC, afgesloten HTC. Indien je je items nodig hebt, contacteer HTC. Welke machine veel hier bij? Wat burgemeester? Dan coins of iets. Wat is dat? Het ziet eruit als een soort van laboratoriumachtige iets wat hier in deze hangar gebeurt. Dit vind ik heel vervelend, want ik heb dus juist nu een hangar nodig waar ik dus eventueel een vliegtuig kan laten neerzetten, zodat ik hier... Dus hier zeg maar de drugs kan gaan verkopen. Achterkant ook geen ingang. Oh boy. Dus dit is al daadwerkelijk een keer gebruikt. Ik denk voor iets van drugs. Waarom zou het anders afgesloten zijn door... Ja, de high-tech crime of iets volgens mij. Dat is in ieder geval geen goed vooruitzicht. Dan weet ik natuurlijk dat Elias met... Oh shit, daar loopt volgens mij politie. Nou weet ik natuurlijk dat Elias met heel veel liefde natuurlijk zijn boot weer wil gebruiken. Maar dat zie ik niet zo heel erg zitten. Terwijl je maar gewoon ook weer snel weggaan. Want ik zag hier net iemand lopen en ik hou daar totaal niet van. We gaan gewoon opstijgen. Let's freaking go. Ja, daar loopt volgens mij politie. Het is hier gewoon zwaar beveiligd, hoor. Het vliegveld. Het vliegveld is hier gewoon zwaar beveiligd. Ik moet hier gewoon weg. Ik moet gewoon terug richting niet per se richting Uptown. Want ik zag natuurlijk daar ook wel een agent lopen. Eigenlijk moet ik hier ergens zien te landen. En dan mijn helikopter pakken en terug naar de boot. En dan moet ik eventjes goed gaan nadenken hoe wij ervoor kunnen zorgen dat Dylan en ik zelf natuurlijk ja, de drugs kunnen vervoeren. Zodat we 100% zeker weten dat het ook goed gaat. Want wat ik al eerder heb gezegd. Elias daarentegen, ik vertrouw hem omdat ik bij hem in de gang zit en ik ben toegeleid in zijn gang. Alleen tegelijkertijd denk ik ook van, ja, maar wacht eens eventjes. Die drugs die fout gaan, we krijgen er verder ook helemaal geen informatie over. En ja, dan gaat hij zeggen, waarom zou ik erover liegen en noem het allemaal maar op. Maar waarom zou hij er niet over liegen? Ik bedoel, hij heeft ook last van het leger in de Kaap. Hij kan met al dat geld, weet ik veel, een beter huis kopen, betere beveiliging, betere mensen, weet ik veel wat. Dus... Ik heb zoiets van, wij verkopen, of wij laten überhaupt de drugs groeien. Dan wil ik ook dat wij het eigenlijk gaan verkopen. En ja, dat gaat waarschijnlijk een gevaarlijke missie zijn, om zo maar te zeggen. Met misschien wel shootouts, misschien wel Mexicanen of mensen uit Peru of waar de drugs ook maar naartoe gaat. Maar ik denk op zich dat het ook wel weer waard is om te doen. Want als we het zelf doen, dan hebben wij de 100%. Dan zeggen we tegen Elias, jij krijgt nou de 30%. En ik denk niet dat hij er blij mee is. Nee, de 30% is misschien niet handig, want dadelijk snijdt hij ons... Nou ja, dat is ook wel weer lastig natuurlijk. Maar goed, aan de andere kant, ik ben het gewoon niet eens met de hele 30% regeling. Ik bedoel, Dylan en ik, 30% dat is 15-15 de man. Nou, dat is sowieso al te weinig. Ik bedoel, ik wil sowieso zelf al de 30% hebben. Dylan gaat sowieso niet ermee akkoord dat hij letterlijk 0 gaat krijgen. Dus dat gaat ook alweer lastig worden. Maar goed, het vliegveld zit daar dus nu ook vast. Dus we zullen sowieso misschien wel een snelle speedboot moeten gebruiken. Nou, kan mijn boot redelijk wat snelheden behalen. Maar om nou te zeggen dat ik hiermee de marine
kan afschudden, dat weet ik nou ook weer niet. Tenzij ik hem natuurlijk laat opvoeren dan misschien wel. Maar ik denk toch dat we dat via de lucht moeten doen. Alleen dan moeten we ergens misschien een privé vliegveldje ergens weten te fixen. En dan zou het misschien wel kunnen. Dus ik moet eigenlijk eventjes contact gaan leggen met Elias. Of hij misschien ergens een privé vliegveldje heeft liggen wat ik kan gebruiken. En dan meld ik wel, weet je, wij leveren de drugs gewoon. Maar jij geen zorgen, alles komt goed.